President Chandrika Prasad Santokhi is het eerste staatshoofd dat een officieel bezoek heeft gebracht aan het douanekorps op de Shulsetni haven. Bij het bezoek zei de president de organisatie te beschouwen als een zeer belangrijk orgaan en zijn bezoek het bewijs is dat hij achter zijn woorden staat. En dat om verschillende redenen. Niet vanwege het feit dat ik niet ver van deze locatie jaren gewerkt in het politiebureau Nieuwehaven, waar ik leiding gegeven heb aan de justitiële dienst en ook nauw samengewerkt heb met het korps douane, maar vanwege het feit dat we direct na ons aantreden als regering gezegd hebben dat vrijwel alle instituten van de overheid afgezwakt zijn. En dat met name alle veiligheidscontrole en opsporingsdiensten onderhevig zullen worden aan reorganisatie. Santokhi zegt verder dat er op basis van een goede doorlichting en samenspraak een reorganisatie op komst is. Dat proces is al bij de verschillende eenheden ingezet, waaronder de politie, het leger en het Bureau Nationale Veiligheid. De voorzitter van het douanekorps, Joyce de Vlug, zegt dat ondanks er veel ontevredenheid heerst, het korps toch haar werk naar behoren wil blijven doen. Dus wij vragen op zeer korte termijn over te gaan tot een nieuwe werving van ambtenaren. En gelooft u mij, de behoefte is groot. Als we naar de behoefte kijken, dan denk ik dat we zelf naar twee lichtingen naar elkaar zullen moeten gaan. Zo groot is de behoefte. Verder een belangrijk punt, invulling van de dienstleiding. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de douane dat er zoveel onduidelijkheid hierover bestaat. Dat er niet tijdig hierop is ingespeeld. Dat zelfs ons plaatsvervangend hoofd van de dienst reeds met verlof aansluitend pensioen is en er niet voor vervanging is gezorgd. We willen u vragen, president, zijn excellentie, om samen met de minister hier naar te kijken in naar overleg met de bond. Het korps beschikt over voldoende capabele adjunct-inspecteurs die allemaal stuk voor stuk het werk naar behoren kunnen uitvoeren en leiding kunnen geven aan de organisatie. De Vlug zegt het jammer te vinden dat er niet tijdig wordt ingespeeld op de meest belangrijke zaken. De vele onduidelijkheden moeten nu worden weggewerkt, zodat de organisatie veel beter gaat functioneren. Vandaag zijn er ook 15 douaneambtenaren bevorderd in een naast hogere rang.